mijn naam is Roepot. En wie en wat is Roepot? Ja, mag ik ze omschrijven eigenlijk als ras Rotterdammer? Mijn naam is Madeline Waans. Ik ben oud-zwemster, drievoudig Olympiër, jarenlang op topniveau gezwommen. Inmiddels ben ik zelfstandig communicatieprofessional en ik hou me voornamelijk bezig met sport en gezondheid. Want dat is toch mijn passie. Mijn relatie tot kanker, mijn persoonlijke relatie is natuurlijk dat ik hoop dat ik ervan schoon blijf. Maar aan de andere kant, ja, in mijn familie zijn al zoveel mensen ontvallen en vrienden en kennissen dat, wie heeft het niet? Het gebeurt de hele dag om je heen toch? Helaas is mijn relatie met kanker dat ik ook mensen kwijtgeraakt ben in mijn directe omgeving. Heel dichtbij in de familie. En ik heb gezien hoe zwaar en hoe heftig dat is voor een familie. Waarom is het belangrijk dat kanker kansloos wordt? Dat komt omdat het eigenlijk, het is een klerenziekte. Het moet gewoon de wereld uit op de een of andere manier. En daarom is elk onderzoek en daarom elke bewustwording is heel belangrijk. En onderzoek dat doen de geleerde mensen. Maar mensen zoals u en ik, die kunnen zich wel bewust worden van waar krijg je kanker van? Ik bedoel, we zijn allemaal al gestopt met roken. Een paar jaar geleden. En dat soort dingetjes, weet je, kleine dingen. Je hoort steeds meer in de media wat goed en wat slecht voor je is. En hoe meer bewust we daarvan worden, hoe groter de kans is dat we het niet krijgen. Dus je hebt het een heel klein beetje, al is maar een heel klein beetje, zelf in de hand. We kunnen heel veel doen om lang gezond en fit te blijven. Genoeg bewegen, sporten, niet roken, gezond eten, gezond leven eigenlijk. Maar liefst 60% van de kankergevallen kunnen we ook voorkomen door gezond te leven. Maar we hebben niet alles in de hand. En juist ook dat percentage wat we niet kunnen controleren, wat we niet in de hand hebben. Daarvoor is het belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt. Juist dat er nieuwe manieren, nieuwe methoden kunnen worden ontdekt om het eerder te ontdekken en beter te behandelen. Waar ken ik de Daniel de Hoed Stichting van? Nou, hoofdzakelijk vanaf de buitenkant, dat wou ik graag zo houden, als ik heel eerlijk mag zijn. Maar zolang het er is, moeten we natuurlijk wel allemaal helpen. We moeten het promoten. We moeten zorgen dat alles wat ervoor gedaan wordt, dat we die acties allemaal steunen. Zodat we dadelijk allemaal aan de buitenkant van de Daniel de Hoed blijven. Ja, hoe ken ik de Daniel den Hoed Stichting? Hoe kun je eigenlijk als Rotterdammer de Daniel den Hoed Stichting niet kennen? Als Rotterdammer ken je die stichting en weet je wat ze doen. En zeker in relatie tot kanker. Wat kan je doen om in actie te komen om kanker kansloos te maken? Nou, er zijn heel veel acties en een van die dingen is op 2 juli. Ja, dat weet iedereen natuurlijk, hè? 2 juli, onthoud die datum. 2 juli kunt u hier zo de 010 City Swim doen. 2 juli dus hier zo. En van het geld wat opgehaald wordt, dat gaat natuurlijk allemaal weer naar het goede doel. En daarmee proberen wij een klein beetje kanker kansloos te maken. Dus het is 1000% zeker dat jij 2 juli hier zo met de 010 City Swim meedoet? Jazeker, ik ga hier het water in en ik reken erop dat jij er ook in gaat. Ja, velen met mij, want dat heerlijke lichaam moet natuurlijk getoond worden. Maar ik twijfel er nog een beetje aan hoor. Kan ik niet gewoon afkopen, dus gewoon geld geven? Nou, je kunt sowieso geld geven, maar ik vind ook dat je het water in moet gaan. Want dan kom je lekker in beweging, een beetje trainen van tevoren, misschien een beetje... Afvallen, ik zag de blik al naar mijn buik gaan, ja. En het geld wat ik dan uitspaar met afvallen, dus alle baanmeerhapjes die ik niet koop, dan geef ik het geld voor aan de 010 zitten weer. Mooi hè? Dat vind ik sowieso een goed idee. Zullen we vragen of zij ook meedoen? Ja. Dus wij gaan het water in. Wij hopen u ook. Wanneer? 2 juli. Niet vergeten, 2 juli. Hier het water in. Kom je in beweging?